Jij geeft advies aan kinderen en ouders over veilig verkeer. Dat klopt. En ik ben volop bezig met verkeersveiligheid. Dat doe ik op basisscholen, middelbare scholen. En hier zijn we in Veldhoven bezig met Reflection Day. En dat houdt in dat we kinderen leren hoe ze zichtbaar zijn? In ieder geval, het is belangrijk dat kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer. Dat kan door reflectiematerialen te gebruiken. Ze hebben tijdens gastlessen allemaal hesjes uitgereikt gekregen en dan die klikarmbandjes. En als ze die gebruiken, dan zien we ze hopelijk 7 dagen in de week door het verkeer in Veldhoven rijden of lopen. Wat brengt ons allemaal hier samen? Het is denk ik duidelijk, we zijn hier voor het project Reflection Day. We hebben alle gastlessen gehad in Veldhoven. En gelukkig hoef ik het project niet alleen te doen. Dat gebeurt ook samen met alle leerkrachten en hier met de directeur. Dit project is alleen maar mogelijk omdat ook de gemeente... En dat is de wethouder, mevrouw Nicole Ramakers, als ik ook mevrouw Nicole mag zeggen. Die is hier even en die wil jullie even wat zeggen. Het ziet er allemaal mooi uit, ja. Want zijn jullie allemaal goed zichtbaar? Want daar gaat het natuurlijk om, hè? Reflection Day. Het is vanaf 1 december en dat staat op jullie hesjes van 1.12 tot 21.1. Dat is 21 januari, is het best wel donker. Hè? Als je uit school komt op het eind van de middag, dan is het al donker. En om nou toch goed zichtbaar te zijn in het verkeer, en dat maakt niet uit hè, of je op de fiets zit, of te voet wandelt, of op voetpad. Iedereen wil jullie graag zien. En met die hesjes ben je gewoon heel goed zichtbaar. Als iemand een lamp aan heeft, dan reflecteren die bandjes op jullie hesjes. En dan ben je ook zonder lampen toch zichtbaar voor andere weggebruikers. Vanmorgen zijn er foto's gemaakt, zijn jullie geflitst en niet om een boete te krijgen, maar in dit geval te flitsen om te kijken of jullie reflecterende kleding aan hebben. En op dit kaartje staan een paar winnaars van de mooiste foto's. En ik heb begrepen dat we zo direct binnen de winnaars bekend gaan maken en dat voor die winnaars ook een verrassing klaar ligt. Ja. Even één dingetje. Hier knipperende lichtjes nog. Dat mag niet, hè? Knipperende lichtjes mag niet. Daarom gaan we ze nu steeds later branden. Dit lampje kun je op je ventiel draaien. En dan als je in het donker fietst, dan geeft je allemaal leuke figuurtjes in je fiets. Nou, en de laatste prijs gaat naar een meisje. En die woont niet hier in de buurt. Die komt van heel ver, uit Veldhoven dorp, komt ze gefietst. En wat zij heel goed deed, dat was het laatste stukje op het voetpad. Niet fietsen, maar lopen met de fiets aan de hand. Want op het voetpad mag je natuurlijk niet fietsen. Dit zijn er maar kleine prijsjes. Leuke grote prijzen zijn er ook nog te winnen. Maar dan moet je zelf zorgen dat je goed zichtbaar bent. Het is niet alleen, wat ik toen ook gezegd heb, van huis naar school en van school naar huis. Ook dan kun je ons tegenkomen. Maar we komen ook kinderen gewoon elders in Veldhoven tegen. Als we naar voetbal gaan, even naar opa of oma, wat ik ook verteld heb in mijn verhaal. Zorg dat je overal goed zichtbaar bent. En dan sturen ook mensen foto's in. Dus er zijn ook vaders en moeders of leerkrachten. Die sturen netjes foto's in. Die gaan naar info@reflectionday.nl. En dan gaan we na 21 januari de prijswinnaars uithalen. Dus het is niet een project alleen vandaag. Jullie blijven de hele dag of de hele weken tot volgend jaar 21 januari goed zichtbaar. En dan hoop ik dat ik met meneer Gijs in maart, april, mei, als het zonnetje weer schijnt, dat we hier komen zetten weer naar. Ik wil nog een keer op die set. Daar dacht ik aan. Het gaat om de veiligheid. En dat is ook precies het verhaal. Het gaat niet om de prijzen. Ja, het gaat om de verkeersveiligheidsprijs. En dan zou ik zeggen,
allemaal terug naar de klas. De fiets wordt straks allemaal opgegeten. En dan zou ik zeggen... Wat kan er allemaal misgaan als kinderen onveilig over straat lopen? Nou, als ze niet goed zichtbaar zijn, dan zouden ze zomaar ineens of plotsklaps aangereden kunnen worden. En als je reflectiematerialen draagt, ben je goed zichtbaar tot wel 150 meter. En het leuke van reflectiemateriaal is, de batterijtjes van dit materiaal gaan nooit op. Dus zorg dat je gewoon goed zichtbaar blijft met reflectiemateriaal. Dus. En het eerste wat je moet doen is de balans. Die stuur al heel zachtjes. Dan hebben we heel makkelijk. Nog niet sturen. Ja, nog niet sturen. Ik wil helemaal niet staan. Zet hem stil maar achter. Zet hem stil. Gewoon een beetje. Kom dan even.